Het lijkt erop dat de neuzen eindelijk allemaal dezelfde kant op staan wat betreft de cultuurcluster aan de Noordkade in Veghel. Op termijn zullen alle grote Veghelse kunst- en cultuurinstellingen op het voormalige CAV-terrein gehuisvest worden. Dat is tenminste de intentie van het college van burgemeester en wethouders. Zij stemden dinsdag in met de herontwikkeling van het historische terrein. Een deel van het industrieel erfgoed wordt in twee fases ontwikkeld tot een kunst- en cultuurcluster. Wat het college betreft kan het Jeugd- en Jongerencentrum als eerste een plek krijgen aan de Noordkade. Volgend jaar zouden MIK, Pieter Breugel, Plein 23 en kunstgroep De Compagnie kunnen volgen. De tweede fase behelst de vestiging van de Blauwe Kei, een poppodium en een gemeenschapshuisfunctie. De culturele instellingen in Vechel kunnen zich hier helemaal in vinden. Op 29 maart praat de Raad over de plannen van het college. Zij moet dan ook een beslissing nemen over het voorbereidingskrediet voor verdere ontwikkelingen van de plannen.